En daarbij, met zijn krachtige waarom heb je hem dan nog niet dunne gebouwd? Huid ophalen. Jongetje zweeg en staarde wat in de verte. Liep een dun de zon had zich al helemaal in de bomen geurend. Het was die net bloemen als liegen, in brand stond. Want ik ken iemand wat met rode van bloed dan mensenzoekmachines, prinses Bianca, mompelde hij. De man glimlachte nog wat breder en legde een hand deze op de schouder van rozen het niet meer. En de rozen het zijn erg mooie tekeningen, jongeman. Je hebt veel talent. Ga allemaal naar huis. Hij klapte het schrift dicht en gaf het terug. Maar vergeet de machine. Die zal echt nooit werken. En hij maakte nog een halve kniebuiging alsof het jongetje een soort koning was en verdween. Het jongetje liet zijn ogen weer op zijn tekening vallen. Het was nu bijna helemaal donker. Wat een domme man, dacht hij. Natuurlijk werkt mijn machine, waarom zou die nu niet werken? En hij legde zich in het gras en zag hoe de sterren één voor één aanvloekten. Hij telde er vier en viel in slaap. De volgende dag wilde het jongetje plots niet langer op pad. Hij was onrustig. Hij kon de vreemde man maar niet uit zijn hoofd krijgen. En nog voor het middag werd besloot hij om zijn machine dan maar echt te bouwen. Hij wist nog niet precies hoe, maar hij wist wel dat het hem zou lukken. Eerst tekende hij een heleboel over wie heb je het eigenlijk? Wie heeft de zuiverste tranen? De helderste stem? Het roodste bloed? Ik zei het je al, het gaat om de gelukkigste prins ter wereld. En waar woont hij? Hij leeft in het verre zuiden, Bianca, maar woont nergens. Bezit hij dan geen paleis? Nee, Bianca. Hij komt en gaat. Hij is een nomade. Een nomade? Gelukkiger dan ik? Heeft hij fijne blonde haren die wapperen in de wind? Nee, Bianca. Zijn haar is ravenzwart en kroezelig als wol. Draagt hij zijige en schitterende kleren? Nee, Bianca. Hij gaat gekleed in een sobere, donkerblauwe katoenen tuniek. En jij beweert dat hij de gelukkigste prins ter wereld is. Ja, Bianca. Hij is de gelukkigste prins ter wereld, omdat hij de kostbaarste schat van het universum in zijn bezit heeft. Wat voor wonderlijks bezit hij dan? Ik moet het weten, want ik zal niet rusten voor ik erachter ben wie hij is en hoe het komt dat hij gelukkiger is dan ik. Als dat zo is, moet je op reis, Bianca. Weg van je ouders, je paleis, je fraaie jurken. Wat? Hoezo? Kan u haar vergezellen, edele koninklijke arend? Smeekte de koning en de koningin van het noorden met trillende stem. Helaas niet. Bianca moet alleen naar hem op zoek. En zo begon prinses Bianca aan haar lange tocht naar het zuiden. Ze doorkruiste valleien, zeeën en woestijnen. Ze liep dagen achtereen, zonder te slapen, zonder te eten, met verwilderde haren, tot ze uiteindelijk in een dicht en donker oerwoud belandde. Daar viel ze uitgeput neer. Terwijl ze stilletjes lag te snikken, kwam een kreupele gazelle naar haar toe. Wie ben jij, arm kind? Waarom huil je zo? Ik heet Bianca en ik huil van ellende, want ik zoek diegene die zuiverder tranen vergiet dan ik. En ik kan hem niet vinden. Naar zijn maar ik ken hem. Maar buiten wat kermen en kreunen en een flinke knal zo nu en dan, gebeurde er niks. Het jongetje durfde niet omkijken naar de man. Hij staarde wezenloos naar het gigantische gedrocht dat als een ziek beest voor hem stond te puffen en te trillen en beet op zijn lip. Toen voelde hij de hand van de man zachtjes in zijn schouder knijpen. Gefeliciteerd, zei de man. Gefeliciteerd, riep de jongen kwaad uit. De tranen sprongen uit zijn ogen. Hij draaide zich in een ruk om, die akelige opa eens goed de huid vol te schelden. Maar de man was verdwenen. En in zijn plaats stond een hele menigte met open mond vol bewondering naar de machine te gapen. Het jongetje stond aan de grond genageld, hij begreep er niks van. Een slungelige man met een